Dat gaat heel snel. Vandaag zijn we bij de voedselbank hier in Rotterdam. Ik heb net de kratten gevuld met groenten. Ik moet hierin gooien, die zei ik al. Wat je hier ziet bij een voedselbank is dat mensen hier naartoe komen zonder dat ze eigenlijk in aanraking willen komen met een gemeente of met de overheid, omdat ze gewoon weinig vertrouwen in hebben. En dat baart me natuurlijk zorgen. Maar aan de andere kant ben ik heel erg blij dat ze juist wel hier terechtkomen, zodat ze eigenlijk met de mensen die ervaringsdeskundigen zijn in gesprek kunnen gaan over van ja, wat is nou die angsten, wat zijn nou die onzekerheden en kunnen we jou toch niet proberen verder te helpen. Alleen als deze op zijn, dan gaan die mango's erin, zei je toch? Ja, oké. Okay. Het zou niet mogen hier in Nederland dat mensen toch gebruik moeten maken van een voedselbank. Dat ze eigenlijk een menswaardig leven zouden moeten leiden zonder hulp van een voedselbank. Eigenlijk is het de bedoeling om dit soort voedselbanken toch niet meer te laten bestaan. Hè? De toekomst moet zonder voedselbanken zijn. Het gaat over urenlonen omhoog, het gaat over uitkeringen omhoog. Het gaat over dat werken naast de uitkering moet lonen. Het gaat over verschillende soorten ondersteuning met schuldhulpverlening. Dat je geholpen wordt met je schulden door de gemeente. Zodat je eigenlijk makkelijker kunt rondkomen van je geld. Ook als je aan het werk bent, ook als je in de uitkering zit. Dus wat dat betreft is nog veel te doen. Omdat zoveel vrijwilligers eigenlijk zo hier aanwezig zijn, geen geld ontvangen, gewoon hier aanwezig zijn om te helpen, om andere mensen te helpen. Terwijl ze zelf ook nog in een lastige positie zitten. Dat is echt indrukwekkend. Dankjewel mensen! Dankjewel! Applaus voor jullie! Applaus voor jullie! Applaus mensen!